Yo gasten, welkom bij de alweer het tweede episode van Euro Truck Simulator. Euro Truck 2, beter gezegd. Vandaag heb ik een nieuwe job gekozen. In ieder geval een nieuwe rit. En dat is van Rotterdam naar Reims, recht in Frankrijk. En ik was al een beetje begonnen aan het rijden. Dus we gaan even kijken. En ja, het is nu de, even kijken, de 16 februari. En ja, wat er is in de tussentijd is gebeurd. Ja, ik heb 9 februari heb ik ook een filmpje geüpload van Eurotruck. En ik was daarna een beetje druk bezig met dingen, met de afspraken en zo. Dus ik kwam eigenlijk een beetje niet aan toe aan om een filmpje te maken. Maar in ieder geval, ik heb in ieder geval een filmpje. In ieder geval nu dat ik zit te maken. En die komt, als het goed is, morgen erop. En ja, we gaan nu richting Frankrijk. We moeten hier zo meteen ritsen. En ik ben al bij Rotterdam geweest, van Rotterdam. Langs Brussel, dus in België. En we moeten nu nog dit stukje. Is ongeveer hetzelfde stuk wat we net hadden, of wat we de vorige keer ook hadden. Toen we vanuit van deze kant naar Rotterdam moesten. En nu doen we dat eigenlijk andersom. En moment, mijn mobiel moest even onder stroom. En ja, laten we verder gaan. Ik ga hier even ritsen. Heel snel. Sta ik in de file. En dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon lekker door. En ja, wat heb ik gedaan in de tussentijd dat ik. Wow, dat ik geen filmpjes had gedaan. Geüpload. Heel veel afspraken. Ik heb ook. Morgen weer een afspraak waar ik naartoe moet. Morgen is het maandag, vandaag is het zondag. Dus ik heb lekker een dagje vrij genomen. En ja, dat is best wel goed. En ja, voor de rest, het weekend voor mij was lekker druk. Ik was gisteren naar Mike toe. Dat is onze een nieuwe clanlid van ons. En daar was ik even naartoe. En ja, dat vonden we allebei even leuk om te doen. Lekker even chillen, een beetje over EPB lullen en dat soort dingen. En ik had hem zaterdag had ik hem aspirant laten worden. Hij was eerst aspirant in stage geweest. Zaterdag had ik hem, dus gisteren eigenlijk. Had ik hem ja, gepromoveerd tot aspirant. Dus dan krijg je een beetje meer kleding, een beetje meer effect. In ieder geval, de foto's staan hier onder bij de website. Daar staan ook de foto's van de kleding. Moet je even naar de website gaan van ons, die staat hieronder. En dan moet je even naar de klem en dan kleding. Dan zie je een heel overzicht bij welke, ja, welke kleding bij welke functie hoort en bij welke titel van aspirant, surveillant, agent dat. We hebben hier werkzaamheden, zie ik. Dus we moeten hier even rustig aan rijden. Wel een heel smal weggetje. Ik ben bang dat ik iets raak. Even gevaarlicht aanzetten, zo. En ja, dat is dus gisteren geweest. We waren lekker chillen en dat soort dingen. We hebben ook een ander clanlid die erbij is gekomen. En dat is Jelmer. Zit nog wel in zijn stageweek. Omdat ja, hij had een beetje problemen met Nemo. Die moest ging weer naar zijn vader toe. En ja, hij
En Jelmer was eigenlijk voor Nemo, dat Nemo hem dingen leert. En ik voor Mike, dus ik heb in ieder geval mijn plicht gedaan voor Mike. Maar Nemo eigenlijk niet, omdat hij naar zijn vader moest. Dus ik ben nu bezig met Jelmer. En dat gaat nog wel eventjes duren. En voor de rest gaan we lekker dit potje euro drukken. En morgen heb ik weer die afspraak en heb ik lekker een dag vrij. Ik denk dat ik morgen even een filmpje ook nog ga maken. Hoop ik te doen met EPB weer, met de meldkamer. En met Mike en Jelmer bij ons. En met Nemo, als dat lukt. Mocht dat niet lukken, dan merken jullie het vanzelf. Anders wordt dat dinsdag. Dus, en voor de rest ziet mijn week er gewoon normaal uit. Dinsdags gewoon weer naar school. En voor de rest van de week dan weer werken. Ik heb vandaag alleen dat ik maandag. Dus morgen eigenlijk een dagje vrij ben. Dat is al eigenlijk mooi. En ja, het is al helaas de laatste afspraak die ik had. Waardoor ik een dagje vrij kon zijn. Dus daar ben ik eigenlijk wel jammer dat het zo is. Maar het is ook weer lekker om geen afspraken meer te hebben. En niet meer daar naartoe te hoeven reizen. Ik moest naar Alkmaar. En ja, dan ben je toch wel even vanuit. Naar het horen ben je toch wel 25 minuten verder. En dan zie je ook met de trein dat je in ieder geval treinkosten hebt en zo. En we gaan even kijken waar we ongeveer nu zijn. Dit stukje net gereden vanuit hier eigenlijk een beetje. Hier stond er wel zoiets. Dus we dit net gereden. Gaat best wel snel. Dus we hoeven alleen nog hier die afslag te nemen. Dit is wel een hele rare bocht. Hier moet ik even mee opletten. En dan gewoon een lekker smal weggetje nemen. Dus dat gaan we gewoon lekker even doen. Ik hoop dat ik dat binnen dit filmpje kan krijgen. Mocht dat niet lukken, dan zien jullie dat in het volgende filmpje. Maar hoe het nu aan toe gaat, denk ik wel dat het redt. En mijn filmpjes zijn nog niet zo bekend onder de mensen. En ik ben ook nog niet zo bekend. We gaan hier even afslaan. Maar dat komt gewoon omdat ik net begin. En ik heb ook niet zoveel reacties en abonnees, beter gezegd. Maar dat komt met de tijd. En in ieder geval, ik zeg dat nu en ik zeg dat al op het tijdstip dat we moeten afsluiten, het filmpje. In ieder geval, abonneer op dit kanaal, geef dit in ieder geval een duimpje omhoog. En deel dit ook naar je vrienden toe via social media. Dat kan Facebook zijn, dat kan WhatsApp zijn, dat kan van alles zijn. Dat is gewoon makkelijk link hierboven kopiëren of zo. En dan plakken bij de social media die je gebruikt. Deze reed niet echt door. En deze gaat best wel goed. Ik dacht dat ik er meer moeite mee zou hebben. En zitten nu al op de 9 minuten. Het gaat snel. We hebben nog in principe nog iets van 4 minuten. Als ik doorreken op de 10 minuten. En ik denk wel dat we het bijna redden. We gaan even hier lekker doorkassen. Volgens mij mocht ik hier 80, dus. Ik wil niet de bocht uitvliegen en niet deze vrachtwagen rammen. Ik wil wel gewoon lekker doorkassen.
of geen tankstation. Dus ik heb genoeg brandstof. Ik moet wel even slapen, maar dat doet hij automatisch. Als je een nieuwe opdracht doet, dan slaapt hij automatisch. Ik neem even een slokkie. Door al dat gelul begin je een beetje dorst te krijgen. En mijn verkoudheid is ook een beetje weg. Die is al in de tussentijd is die een beetje weggegaan. Ik heb nog wel dat mijn neus soms dicht is of dat die even loopt. Maar dat is omdat het koud is en koude lucht en een beetje dat soort dingen. Dan loopt die weer, zoals wij Nederlanders dat noemen. En voor de rest ben ik eigenlijk dus gewoon qua verkoudheid ben ik af. Heb ik dat gehad? Oh shit, wat moet jullie hier even? Dan heb ik mijn noodrem even opgezet. Ik zag het af. Ik denk van we moeten nog rechtdoor. Ik keek gelukkig nog net op tijd. Op de kaart. Ze dus moesten even een noodstop maken. Gelukkig heb ik maar dit bij me. Er zijn twee vaten. Vaten met weet ik wel, olie of zoiets, dat soort dingen. En dit plattelandsweggetje is een beetje modern. Rijdt zowat geen auto. Dat weet ik omdat de vorige keer dat ik hier reed, was er alleen twee autootjes of drie autootjes die kwamen van deze kant af. En ja, dat was het. Dus eigenlijk kon ik hier gewoon heel breed uitrijden. Dat ga ik nu ook doen. Mag officieel niet, maar ja, weet je, er is toch niemand en het is toch maar een spel. Dus dan mag het. En natuurlijk zeg je van nou Wessel, Wes of de Snake 22, beter gezegd. Doe hem normaal, ga lekker aan die rechterkant doen, want rijden, want dan weet je het tenminste. En dat klopt ook, ik ga gewoon weer terug. En het is volgens mij in zo'n mijn gebeuren, zie ik. Hier even mijn gevaarlichten aanzetten. Omdat er meestal tijd wordt gewerkt. Ja, en even goed moet je dan een beetje oppassen. Ik ga wel even met de camera meedraaien. Dat er ook dat hier afloopt. En ik wil wel dat ik goed terecht kom. Beneden. Qua rijdend. Niet al te snel. En ja, we zijn er eigenlijk al bijna weer. Zoals te zien moet hier even parkeren. Deze ga ik wel doen, omdat hij zo lekker makkelijk recht is. Zo. Zo, ongeveer. In ieder geval, dit was het filmpje. We hebben in ieder geval wat lekkere euro's er weer bij. In ieder geval, abonneer op dit kanaal. Geef dit filmpje in ieder geval een duimpje omhoog. Deel dit met je vrienden via social media.